Hey, kijkers van Consi Games. Welkom bij een nieuwe DHD Survival. Yay! Nee, welkom bij een nieuwe DHD Survival. Ja, ik ga vandaag weer niet... Hey jongens, het is DHD Survival. Ja, ik moet survival, ik weet. Maar ik ga vandaag weer even niet iets in de survival doen voor jullie. Nee, ik geef jullie vandaag weer een kleine tour van de DHD server. En met dit keer ga ik de games laten zien wat voor soorten games hier allemaal zijn eigenlijk. En we beginnen natuurlijk bij de Wipeout. Die ik zelf aan het fixen ben. En er wordt hier natuurlijk nog van alles gemaakt. Alles gemaakt. En daarom zit ik ook in game mode. Want ik ben nog van alles hier aan het bouwen. En ja, dit is eigenlijk het hokje waar je in spawnt. Als je warp wipeout doet. Kom je hier terecht. Dan staan hier wat regels. Brieven in spam. Nou ja, dat is overal zo. Geen enderpearl. Geen poison. Dat soort dingen. Niet de bedoeling natuurlijk. Dat is 1 uur bam. Hangt er vanaf hoe vaak ik het gebruik natuurlijk. Doe je het altijd, dan wordt het natuurlijk meer. Maar hier kom je dus eigenlijk in. Dit is eigenlijk, wordt eigenlijk geopend als er een staf iemand online is. Dus bijvoorbeeld ik ben online of iemand anders die dit wil spelen. Tijdens livestreams wordt het binnenkort ook gedaan. Ga ik vanuit in ieder geval. Ik heb er niks voor niks gebouwd. Maar ja, even kijken. Ja, maar ik ben even in Spaan. Hetzelfde regels eigenlijk wat hier een beetje aan. Maar ik laat jullie even kijken van hoe het eruit ziet. Nou ja, hier begin je eigenlijk. Zo, hier vlieg je met z'n allen gewoon gezellig naar beneden. En dan standaard de jump map. Dat zien jullie natuurlijk ook wel. Dan ga je hier door het vuur heen. Heel simpel, hier door het vuur heen dus. Dat is een vuurkamer. Met allemaal, hoe heet dat? Soul zand. Wat er allemaal onder komt. En waarschijnlijk komt hier nog ijs onder. Ik moet even kijken of ik dat kan fixen. Want dat gaat natuurlijk nog trager. En dat maakt natuurlijk wat spannender. Heb je dat gehaald? Nou ja, simpel zat. Dan ga je hier naar beneden. Dan heb je weer een parcours over de lava heen. Ja, er zijn regels van leg je spullen in de ender chest. Want je kan doodgaan. Simpel zat. Ga je dood? Ja. Eigen schuld, dan ga je eigenlijk springen, jumpje. Klim je hier omhoog. Heb je ijs, over het ijs gesproken. Spring je hier over het ijs eigenlijk heen. Spring je over het ijs heen. Kom je hier terecht. Nou ja, spring je het water in. Heel veel gedeeltes moet je onder water gewoon zitten. Heel simpel eigenlijk. Dus dan ga je hier langs. Ga je daar langs. En dan kom je op plaats bij waar je echt onder water moet zijn. Ga je hier langs. Ja, het is een hele lange stuk. Je moet echt even adem nemen, want anders kom je er niet doorheen. Er zitten wel bepaalde gedeeltes waar je lucht kan happen, maar dat laat ik natuurlijk niet zien. Dan komen jullie vanzelf wel achteruit als jullie op een DHD-server zitten. Heb je dat gehaald? Nou, simpel zat, ga je hier omhoog. Zit hier een dark room, een kleine dark room, zie je, heel donker. Met, verschillende traps erin eigenlijk, dus dat laat ik natuurlijk niet zien. Daarna kom je hier langs. Soorten met, wat zullen we dit noemen jongens? Golvenbad, om zo te zeggen. Ga je hier ergens langs. Zo daar langs. En dan ga je hier naar beneden. Wat heel veel mensen nou momenteel doen. Dat vind ik wel grappig. Gaan ze hier naartoe. Van Gonzalio. Gonzalio. De city gigat. Welke kant moet ik op? Nou simpel zat. Je gaat gewoon de andere kant op. Want je gaat hier langs. Zit er weer een gat. En dan ga je hier weer naar beneden. En dan ga je daar langs. En dan daar langs. En dan daar langs. En dan daar langs. En dan kom je hier terecht. Kijk. Dan kom je hier terecht. Spring je hier naartoe. Jump, 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 jump. Kom je hier terecht. Jump, 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 jump. Denk om de kaktus en niet vallen natuurlijk. En dan kom je hier. En dan komt er eigenlijk een soort met vuurwerk komt er naar boven. En dan heb je gewonnen. Dit is eigenlijk de eerste wipeout. Er komen binnenkort meer. Dit is gewoon even een testfase om te kijken van hoe lang doen mensen erover. Hoe lang vinden ze het leuk. Want het is mijn bedoeling eigenlijk dat ik hier een soort met hele plateau maak. Met verschillende soorten wipeouts. Dus dat is een beetje mijn bedoeling zeg maar om dat te maken. Maar dan denken jullie van. Maar Laurens. Je had het al over meer games, jazeker. Wat onlangs is geopend is de Warp PvP. Ja mensen, met verschillende regels eigenlijk. Niet weg TP'en, niet teamen. Oh ja. Nou ja, als je dat wil lezen moet je gewoon even hier komen. Ik heb dus, dit is door iemand anders gebouwd. Dit heb ik zelf niet gebouwd. Ik dacht dat dit door Sander was gebouwd. Dat was Hardstyler. En nog een paar. Ik heb gisteren alleen de muur heen wat aangepast. Dat mensen zaten te... De camp en dat soort dingen. Want ja, ze zaten hier op een muur van te wachten. Van hé, hey, kom dan. Wil je vechten? Kom dan. Wil je vechten? Kom maar. Ze zaten hier gewoon een beetje. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je begint eigenlijk hier. Spring je hier naar beneden. Of je kan via de andere kant. Want daar zit nog een plek waar je naar beneden kan springen. Daar zit nog een plek dat je naar beneden kan springen. En dan kom je hier PvP'en. Je mag met alles PvP'en. En de pearls is dan toevallig niet toegestaan. En je kan potions meenemen. Het is nou nog toegestaan potions. Ik weet niet of het straks gaat veranderen. Geen idee. Ga je hier de regels, wat ik al zei, van ja, niet te camp. Dus je moet niet hier zo gestaan van, hi, come now. Hi.
Oh, kom dan. Hey, en dan staat hier bijvoorbeeld iemand van... Nee, ik durf niet. Dan ga je me killen. En dan staat hier weer iemand van... Ah, dat doe ik niet. Kom maar. En dan denkt diegene van... Oké. Okay. Nou, springt hij naar beneden. En dan kom jij eraan. En is van... Bakken. Ik wil niet. En dan word je gedood. En dan krijg je weer van... Ah, I can't. Nee, dat is niet de bedoeling. Oh ja, de plugin is trouwens ook veranderd. Het is nou DHD Fly. Voor de mensen die op deze server zitten, heb jij 30 levels gehoord? 20 of 30 levels. Kan je vliegen? Kan je 35 seconden gewoon vliegen of zo? Het is niet lang. Het is een beetje irritant. Als staf zijn in ieder geval, want je hebt al die wolkjes om je heen. Ja, bij mij zie je het nou niet, omdat ik in creative zit. Hebben er gelukkig geen last van. Nou ja, je komt hier in principe langs. Verschillende dingen. Kom hier in het gebouw, kan je vechten. Je kan niet op het gebouw. En dan denken jullie van... Maar Laurens, waarom zit dat daar? Waarom zit daar een plasje water? Nou, het werd mij gisteren gevraagd, omdat ik dit even snel wil maken. Want er is nog een beetje een bug in de plugin. Ook als je van één blokje af laat vallen, ga je dat. Dus heb ik een speciaal plasje water voor de staf gemaakt. Zodat ze hier veilig alles in de gaten kunnen houden eigenlijk, om zo te zeggen. Voor de rest, je kan hier gewoon naar binnen. Dus even kijken, wat is de makkelijkste weg voor mij? Ik denk dat ik gewoon hier langs ga. Zo. En dan heb je eigenlijk verschillende kamers. Dat zien jullie hier ook wel. Er zitten ook geheime kamers in. Dat laat ik natuurlijk niet zien. Dat moeten jullie zelf even ondervinden. Nou, heel leuk gebouwd. We zijn nog in onderhandeling over meer dingen eigenlijk, om zo te zeggen. En ik zal even tegen Thijs zeggen, Thijs, close up. Close up voor mijn channel. Even zien hoe hij reageert. Dit is Thijs, dit is de mod. Voor alle vragen, ga me vol spammen. Als je echt vragen hebt, vraag hem maar. Dan komt het allemaal goed. Zo, nou, daar is Thijs dus. Dat is een mod. Goeie jongen. Doet altijd goed zijn best. Is heel erg streng, dus pas op. Geen rare dingen doen. Hij heeft dus net ook al iemand geband, om zo te zeggen. Die zei dat hij, ja, ik fly en ik heb hacks. En hij gaf het ook nog toe. En ja, dan moet je natuurlijk niet bij een staflid zijn. Dus die is bye-bye geband. Ja, dit is dus de PvP arena. Maar we hebben nog meer games, jazeker. We hebben ook nog Warp. Even zien hoe ik het schrijf. Golem. Bal? Hey, maar goed. Dit is dit is eigenlijk zo'n golembal. Denken jullie van, ja maar, golembal? Wat is een golembal nou weer? Vrij simpel, je gaat eigenlijk hier langs. Niet zo. Loop je als speler, loop je hier langs. Ga je hier naar beneden. Dan kan je hier staan. Plus, je kan eigenlijk hier gaan staan. Dus hier ergens. Ga je hier naar beneden, ga je daar staan. En heb je eigenlijk deze arena. Nou ja, dan heb je deze arena. Hier kunnen mensen niet in springen. Het is beveiligd, alleen stafleden kunnen hier naartoe. Dan zien jullie daar twee goals. Daar, rood en blauw. Er wordt hier eigenlijk een golem gespawnd, dus hier. Hier wordt een golem gespawnd. En dan heb je hier met 2 tegen 2 is altijd. En dan is de bedoeling dat je de golem hierin slaat, dus in die kopweb. En dan gaat er op je pressplate daar en dan gaat hier een lampje branden. Dat betekent bijvoorbeeld dat als de rode dus daar doet, heeft rood gescoord. De blauwe daar, heeft blauw gescoord. Dit wordt altijd via de livestreams gedaan, weet ik nog. Kunnen jullie volgen via de Twitch, DHD Live. Is het ja? Ik zet de livestream nog wel even hieronder in de beschrijving. Met verschillende dingen. En dit is eigenlijk, meer kan ik hier niet over zeggen. Het volgende. Er is ook nog Warp Spleef. Een event. Zijn we ook, is nog mee bezig. Dit wordt aardig gewoon een, dat mensen gewoon altijd dit kunnen joinen, zeg maar. Momenteel is het alleen even open tijdens de livestreams. Maar er wordt nou een event, event server wordt er nou gemaakt. En daar wordt eigenlijk, daar wordt dit straks geopend. Dan kun je altijd gewoon gaan spleven. Er komen nog meerdere games. Van dat nog niet helemaal bekend is, maar dat zien jullie dan wel weer. En ja, dan kan je gewoon spleven met verschillende lagen. Het is niet één laag, het zijn geloof ik 3-4 lagen. En dan kan je spleven. Ja, iedereen weet wat spleven is. Wat is er eigenlijk zo meer? Volgens mij voor de rest is er niks, dacht ik. Even kijken. Oh ja, voordat ik het vergeet. Dat is ook zo. Yeddy. Die heeft een gedeelte zijn mooie kasteel af. En wat heeft hij gedaan? Die slimme jongen. Die slimme gast. Die slimme gozer. Hij heeft er een verstoppertje van gemaakt. Dan denken jullie van, ja, verstoppertje. Iedereen zeker ergens naartoe. Nee, niet iedereen ergens naartoe. Zou ik zich wel een grappig idee zijn dat iemand bijvoorbeeld zich verstapt in de, ergens in het kasteel of zo. En dat je elkaar moet vinden of zo. Had wel grappig geweest. Maar dit is eigenlijk de bedoeling over een, hoe zou ik het zeggen? Oh, dan ook weer warp. Dat moeten we niet doen, want ik kan niet meer vliegen. Refly. Het is de bedoeling eigenlijk dat hier verzamelen mensen zich. Dus hier staat een groepje mensen. En die staan om te springen van, jee, we gaan
verstoppertje toe. We gaan verstoppertje toe. Jee. Yeah. Nou, mooi verstoppertje. Jazeker, verstoppertje. Dan, als het goed is, moet hier ergens. Ik weet niet precies of hij nog wat heeft aangepast. Maar het is de bedoeling dat hier ergens geloof ik een blok staat. Moet ik hem toch maar binnenkort vragen, want hij is momenteel een beetje ziek, die arme jongen. Beterschap. Nou, mensen verzamelen zich hier. En dan heb je het kasteel hier. Dat wordt ergens een, ik meen een redstone blok, diablok, weet ik ze niet, wordt daar verstopt. Dus de bedoeling dus, dat de mensen dat gaan vinden. De eerste wie hem dus vindt, en dan op een, het was dan ook een bepaalde blok of zo plaats. Ik weet niet wat meer hoe hij dat heeft aangepast. Moet ik toch maar vragen. Nou ja, simpel zat. Wie hem daar als eerste plaats heeft gewonnen. Diegene krijgt altijd een cadeautje, tenminste. Mits de testfase of zo, krijgt een cadeautje zeg maar van Jenny. Meestal is het een zwaard of een boek. Verschilt weer wat hij in handen heeft. Maar, wow. Die zijn trouwens ook awesome gemaakt. Die zijn echt gaaf. Wauw. Die zijn cool. Ja, die zijn echt mooi. Complimenten, Jenny. Die heb je echt goed gemaakt. Begint binnenkort trouwens ook met zijn channel. Hij is nog niet begonnen. Dus sowieso als hij er een heeft, abonneer even op hem. Sowieso gewoon doen. Gewoon doen. En dat was deze game. Ik weet niet of we nog meer hadden. Slash Warp. Volgens mij was er niet meer. Komt natuurlijk nog wel meer. En Wipeout, Spleef, Spawn, PvP, Project Island. Hebben jullie al gezien. Piggy. Nou ja. Warp. Piggy dan ook maar laten zien vooruit. Milan's idee. De meeste mensen kennen dit wel van een livestream. Dus heel simpel. Hier verzamelen mensen ze. Hier komen de mensen, zeg maar. Hier verzamelen ze zich. Lopen ze hier naartoe. En dan staan hier allemaal varkentjes. Oh, grief. Daar staan hier eigenlijk allemaal varkentjes dus. Dus ja, hier staan allemaal varkentjes. Ik ga straks even kijken wie dat gedaan heeft. Er staan allemaal varkentjes hier. Met lead eigenlijk. Dus dat gaat eigenlijk als een van de stafleden. Meestal is dat Skull Syntax Error. Ik ga dus pakken allemaal varkentjes. Mag je dan op. Word je omhoog gehaald. Dus ja, met zadels erop. Dat weten mensen wel. En als je hier staat, moet je elkaar proberen van de varkens te killen, elkaar eraf te slaan. En dan kom je eigenlijk hierin. Val je dood, de laatste die eigenlijk overblijft heeft gewonnen. Leuke game, leuk bedacht trouwens. Complimenten naar Milan. Leuk bedacht. Hey, Milan, leuk bedacht ook. Jazeker, ja. Mooi. Weet je wat, ik ga weer even snel naar Slash Home. Want ik wil nog even naar mijn huis doen, want ik wil nog even met jullie ergens over hebben. Voordat ik deze aflevering ook weer ga afsluiten. Volgende week, misschien deze week al, ga ik vanaf wanneer ik deze upload, ga ik weer survivalen. Maar ja, dan wil ik het nou even met jullie eigenlijk een beetje over hebben. Dus ik ga even in mijn huis. Zo, wababa, hahaha, ja, nee, oké, okay, mooi. Dit moet ik ook een keer inrichten. Hebben jullie misschien ideeën wat ik van deze kamer kan maken? Doe even, laat even een reactie, kom op. Mijn bedoeling eigenlijk is een beetje, goddammit, dat is een beetje laggy. Wat mijn bedoeling eigenlijk een beetje is van dat ik hier een soort met, kijk hier heb ik bijvoorbeeld allemaal de subs en dat soort dingen en hier de comment board van verschillende dingen. Het is eigenlijk mijn bedoeling, dat hier, hier is trouwens een map, heb je dat al gezien? Nou, dat ziet er zo uit. Ja, blijf nog bij het onderwerp blauw, dus ja, doe ik wel. Oké, het is eigenlijk mijn bedoeling dat van deze wand op een soort, een soort takenbord. Van dat jullie zeggen van, hey Gonzalo, Launus, maak eens een mooie vijver. Of bouw een bar. Of maak een mooie brug. Of fix iets anders. En maak een automatic sugar grain farm, noem maar op. Laat even een reactie achter wat ik moet maken. Want dan zet ik het gewoon hier neer, weet je wel. Dan zet ik het hier neer. Met je naam erbij. Dat ga ik gewoon doen, denk ik. Even kijken. Dat doe ik gewoon. En dan ga ik gewoon even wat fixen. Weet je wat, misschien wat leuker, dan kan ik het even laten zien van wat ik, hoe, ik bouw het gewoon helemaal survival natuurlijk. Is wel, het is niks voor niks een survival server, dat is mijn bedoeling eigenlijk een beetje. En ja, dat was het wel een beetje. Het volgende nog. Ik zit te denken van, wat voor games ik nog meer kan spelen eigenlijk. Ik heb nou ook South Park. The Stick of Truth. Lijkt het jullie misschien tof dat ik dat ga spelen. Ik ga opnemen, weet je wel, gewoon een beetje met mijn eigen humor erbij. Lijkt jullie het tof? Ja? Ja? Lijkt jullie het tof? Oké. Rico gaat binnenkort ook uploaden op mijn kanaal. Wanneer dat is, dat weet ik niet. Die gaat League of Legends doen. Die gaat LOL spelen, speciaal voor jullie. Ja, ik zelf vind het niet. Ik zelf ben er niet zo fan van. Ik ben niet zo LOL spelen. Dus die gaat doen. Hearthstone gaan we ook weer mee verder. Wordt waarschijnlijk één keer in de twee weken. Even kijken hoe vaak we het gaan uploaden. De laatste twee delen waren mislukt
vanwege een hele rare ruis in de microfoon. En het was heel slecht te verstaan, dus misschien ga ik dat nog even samenvoegen, dat ik er zo met samenvatting of zo van gemaakt. Moet ik nog even kijken hoe ik het ga doen. Maar voor de rest, ja, dat is het wel een beetje wat ik aan jullie wil vertellen. Oh ja, mijn mooie diamond gewonnen met kolenbal of golenbal gesproken. Tijdens de livestream was het. Maar ja, voor de rest, ja, wat ik zeg, takenbad, heb ik gezegd. Games wat ik moet gaan spelen. Zou ik ook weer verder met FIFA gaan trouwens, want ik heb nog allemaal delen in op mijn PC staan. Wat ik sowieso nog gaan uploaden binnenkort, dat is een van FIFA Ultimate Team. Dat wordt ook een soort met samenvatting, zeg maar, met alles erop en eraan. Dus dat lijkt me tof om te doen. Maar voor de rest moet ik nog even gaan kijken. Voor nu zeg ik mensen bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat blauwe duimpje. Weet je wel, blauwe duimpje. Dus dat is kijken. Blauwe duimpje, zo'n kleur. Dat is dan lichtblauw dan. Maar blauwe duimpje. Vergeet niet het blauwe duimpje. En te abonneren op Gonchi Games. Het IP van de server zet ik hier op IP. Doe makkelijk de site om een whitelist te kopen voor de server. Zet ik hier onderin neer voor de... Nou zou ik zeggen, voor de... Voor de kijkers die willen joinen. Voor andere mensen. Wat ik ook ga doen is bij de 300 subs... Geef ik een kortingscode weg. Kortingscode ga ik weggeven of... Ik ga een... kortingscode. Moet ik dan even overleggen met Milan hoe ik dat ga doen. En dan, of ik ga wat anders doen. Ga ik nog even kijken wat ik bij 300 subs ga doen. Ik heb nog ongeveer 250 subs. Bijna echt super jongens dat jullie op mij abonneren. Ik ben echt trots. Dit motiveert mij nog meer natuurlijk om meer games en zo te uploaden. Want ik vind het gewoon leuk om te doen. Zoals jullie weten komt DHD 2.0 komt binnenkort ook uit. Plus... Ja, zeker mensen. Er komt de tweede server van DHD komt uit. De survival server, jongens, blijft gewoon. Ga niet verdwijnen. Maar er komt een server bij. Een soort met eco-server. Denken jullie van, ja, wat heeft hij het over? Nog een server. Check even de DHD-kanaal. Daar bouw ik ook aan mee. Daar bouwt Jedi aan mee. Daar bouwen eigenlijk alle stafleden bouwen mee en nog een paar bouwers. Maar daarover komt binnenkort ook meer op mijn kanaal. Zodra er wat meer bekend is over dat projectje. En dan horen jullie het wel. Voor nu zeg ik mensen, ik wil jullie echt hartstikke weer bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Voor nu zeg ik mensen, doedeloe en later.